Er wordt gigantisch veel geld uitgegeven aan campagnes op het moment dat het geen campagne is. Mm-hmm. Hè? En dus in de campagnetijd heb je dus een plafond, mm. maar dus buiten campagnetijd mag je zoveel uitgeven als je wilt. Ja. En dat is echt een Belgisch en vooral Vlaams fenomeen, bijvoorbeeld de uitgaven op sociale media. Mm-hmm. Waanzin, hè? Vind ik al helemaal zot, ja. Dus wij subsidiëren met belastingsgeld, subsidiëren wij zenuwachtigheid, slogans en polarisatie. Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Come on, we gaan ervoor. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zitten hier vandaag met Christophe Calvo, kamerlid, auteur, mechelaar. Voetballiefhebber. Voetballiefhebber, inderdaad. Welkom. En podcastliefhebber. Ah, voilà. Meestal als luisteraar en dankzij jullie vandaag als gast. Dus. Ja, en binnenkort welkom. Als host. Ja, ja, dus dat is een van mijn goede voornemens voor het volgende jaar, 2024. Om regelmatig ook eens mensen uit te nodigen. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om vragen te stellen. Ja, ja. Dat is, moet ik jullie niet vertellen, maar... inderdaad, maar je mocht meestal zijn de rollen omgekeerd, maar ik... ik ga zelf enorm aan podcasten, dingen gaan meestal heel snel. En op een podcast heb je meer tijd. Ja. En, hoe gaat het format zijn, qua duurtijd? Wellicht toch zeker een uurtje, ja. Ja, alweer, dat was het idee bij ons ook een beetje. Ja. En dan normaal gezien één gast. Hmm. Ja. En dus het thema's democratie, ongelijkheid. Niet per se gebonden aan de actualiteit, maar... Dat is ook niet verboden. Ja, maar de waan van de dag soms overstijgen, daar zit zin in. Waar ook zin in zit, schrap even een tje. Ja, voilà. Dus stay tuned voor de podcast. Voilà. Hopla. Hopla. Het is vroeg, maar... Bon. Ja. Ja, maar ik ga het hem even laten staan. Maar dank je wel. We moeten dat doen voor de brand, hè. Dat is onze brand. Jullie worden ook gesponsord of zo, hè? Nee. Helaas, we hebben natuurlijk wat flessen gekregen. Ja, we krijgen af en toe wel eens flessen, maar meer dan dat niet. Okay. Dus bij deze nog eens een warme oproep aan Jack Daniels. Beantwoord onze mails. Goed. We kunnen op 1001 thema's gaan zitten en er zijn er wel een aantal interessante. Maar misschien kunnen we even heel kort starten. Niet per se als pitch, maar gewoon als ideologie achter het gegeven dat je je boek hebt geschreven. Ja, wat heb je gedirecteerd in de samenleving of in jezelf, waar je zei van oké, ik heb het gevoel dat ik daar iets over wil schrijven? Goh, staat van vertrouwen noemt het. Ja, staat van vertrouwen nu bijna anderhalve maand uit. Eigenlijk is het een heel moeizaam proces geweest, want ik heb ongeveer al 3 keer, denk ik, met een nieuwjaar beloofd aan mezelf, er komt een boek. Ja. En nu is het pas gelukt. Dus het heeft wel even geduurd. Eigenlijk al beginnen over nadenken en op beginnen broeden na de laatste nationale verkiezingen, 2019. Wat voor mij wel een bijzonder moment was. Ook wel echt een soort van voor en na die verkiezing. Dat was de eerste zwarte zondag in mijn politiek leven. Dat was ogenblik ook heel grote ambities die niet helemaal zijn waar geworden. En dat is eigenlijk het begin van een denkproces geweest. Wat kan ik zelf beter doen? Hoe kan ik zelf meer bijdragen aan andere politiek? Mm. En dat heeft uiteindelijk een boek opgeleverd. Maar het is wel even... Het heeft wel even geduurd. Zo, ik ben beginnen schrijven, een eerste poging zo vrij snel na die verkiezing, maar dat was dan eigenlijk meer een pamflet om mezelf goed te praten. Ik ben blij dat ik dat niet uitgebracht heb. En dan een tweede keer beginnen schrijven eigenlijk in de coronatijd, want dan op zich een periode die eigenlijk zich wel leende tot schrijven. Ja. Maar tegelijkertijd ook een ongelooflijk verwarrende periode. Zowel maatschappelijk als politiek, zowel voor het collectief als voor mezelf was dat een verwarrende periode. Ik was toen ook net gestopt als fractieleider in de Kamer. Mm. En dus uiteindelijk ben ik pas echt kunnen schrijven, ben ik pas echt beginnen schrijven voor de zomer, in de zomer, op het moment dat ik voor mezelf ook beslist had om niet opnieuw kandidaat te zijn voor de Kamer. Ja. Met andere woorden, dan ben je ook wat vrijer in je analyses. Ja, het grootste compliment, politieke boeken zijn sowieso geen mega bestsellers. Mm-hmm. Plus, er zijn er ongelooflijk veel die op dit ogenblik verschijnen. Dat is het nadeel van de timing. Mm. Van het laten aanmodderen, zeg maar. Maar de mooiste compliment dat ik krijg, en het is regelmatig ook geschreven door recensenten, dat het geen klassiek verkiezingsboek is. Ja. Dat is ook zo, want ik ben niet op zoek naar kiezers. Ja. Maar, ja.
En de meeste politieke boeken die nu verschijnen, die, dat is eigenlijk om te zeggen, stem op mij, stem op mijn partij, ik ben geweldig. En na mij zijn alle problemen opgelost. Helaas. Mijn boek is heel anders van insteek, ja. Ook wel zelfkritisch en ook een stuk mijn twijfel die ik over een aantal dingen heb. En wat is zo'n beetje, ja, wij vinden heel vaak democratie, particratie ook heel interessant, denk je. Ja, het is vroeg, hè. Vroeg, hè. Maar misschien, wat is een beetje je analyse daarover? Als je die even kort moet formuleren. Eigenlijk, in mijn boek omschrijf ik het als de spektakelparticratie. Okay. Dat is een nog moeilijker woord, omdat ik er nog iets voor zet. Maar het is wel een betere omschrijving, omdat ja, het is eigenlijk een nieuwe vorm van particratie. Vroeger was eigenlijk de belofte van partijen en voorzitters van ja, wij houden het land bij elkaar, we zorgen voor stabiliteit, zonder ons... krachten bundelen. Hebben alle parlementsleden een onvoorspelbare eigen mening en gaan we rechtstreeks de afgrond in. Dat was de belofte van de particratie. Ja. Eigenlijk het enige argument pro particratie, pro voorzitters die veel te zeggen hebben en het politiek verkeer wat moeten regelen. Maar ondertussen zit je in een situatie waarin dat er ja, nog altijd weinig vrijheid is voor parlementsleden, nog altijd heel veel debatten niet mogen of kunnen gevoerd worden. Dat is echt een groot probleem, hoor ik. Hè? Ja, ja, en daar heb ik het altijd maar moeilijker mee. En tegelijkertijd ja, lost die particratie ook niet meer de beloften in die ze ooit heeft geformuleerd, want ze zorgt ook niet meer voor stabiliteit. Ja. Integendeel, ze is een bron van spektakel, instabiliteit, ruzie. Ja. En dat is eigenlijk het slechtste van twee werelden. Ja, ja, ja. Dus je hebt niet echt de vrijheid die je zou willen en hopen, maar je hebt ook niet de stabiliteit die je soms nodig hebt. Ja. En dus dat is denk ik een heel pijnlijke situatie. En dat zorgt er ook wel voor dat ja, ik heb een beslissing genomen, maar ook andere mensen. Het is niet aan mij om namens hen te spreken, maar gevoelt, de nationale politiek. Ja, maar je voelt wel dat... Ja, toch veel mensen die met een goede bedoeling in de politiek staan, zich ook een stukje... Worden neergemaakt of neergemaaid door het systeem soms. Het is een heel hardnekkig systeem. Ja. Hè? Dus, want waar ik je leest dan heel veel door politicologen en journalisten die dan allerlei analyses maken en dan eigenlijk vaak naar individuele mensen kijken van ja, maar die voorzitter, die minister, dat parlement zit, doe beter je best, pak het anders aan. Maar, ja, het systeem is eigenlijk zo hardnekkig dat het je kan het als met de huidige spelregels zijn zo moeilijk ook om het anders aan te pakken. Dat het geen individuele verantwoordelijkheid is. En misschien open vraag, want dat vind ik, daarmee is de podcast misschien al gevuld, hè, met hetgeen wat je nu eigenlijk zegt. Maar hoe heb je zelf ervaren dat er een gebrek aan vrijheid is, of politieke vrijheid? En dat is niet per se om nu te kritisch te gaan worden, maar meer wil snappen. Ja, ik zoek in mijn boek naar andere spelregels. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik bepleit is... het zou eigenlijk perfect moeten kunnen dat je als parlement zit af en toe een andere afwijkende mening en stemgedrag. Dat is gezond zelfs. Dat is gezond. Ja. Die zijn er ook soms. Ja. Alleen wordt dat ja, nu uitgevochten in de partij, in achterkamertjes, in overleg tussen de meerderheidspartijen, zonder publiek, zonder camera's. Nou, we hebben het ook wel vaker gehoord van andere politiekers die lang zijn geweest, dat binnen het kabinet zeggen ze van oké, doe ik het zo. En als je het niet zo doet, dat je echt wordt bekeken als dat je echt wel in rang moet staan. Ja, en dat is soms ook wel echt moeilijk geweest voor mezelf, ook de afgelopen jaren. Men maakt dan, je wordt al snel ook door politieke tegenstanders ja, als een soort van ruziemaker geportretteerd. Mm-hmm. Terwijl ja, politiek is ideeënstrijd. Hè? Mm-hmm. Die ideeënstrijd die moet een plek hebben, die moet tijd krijgen, die moet energie krijgen. Zijn, maar die moet wel plaatsvinden. En eigenlijk de plek bij uitstek is, daarvoor is het parlement. En dat is het gekke aan de huidige situatie. Iedereen doet stoer, iedereen maakt meer volume, het gaat altijd maar sneller. En de plek waar in principe de vrijheid het grootst zou moeten zijn, die wordt meestal al gedisciplineerd. Ja. En daar wordt iedereen kort gehouden. En je zou het moeten omkeren. Je zou moeten terugkeren naar de eigenlijke opdracht. De partijvoerders die runnen hun partij, die zorgen ervoor dat goed werkt. Ja. Dat daar nieuwe mensen in stromen, dat er veel leden zijn, dat er nieuwe ideeën zijn. Regeringsleden die regeren, die beheren. En heb je het gevoel dat bij het ontstaan van de regering wel zo was? Of dat eigenlijk vrij snel zo... scheef is gelopen. Ja, maar het is de huidige regering... Het is een langere termijn trend. Ik zit nu ook zelf... Dus ik ben in 2010 al binnengekomen in de Kamer. Ja. En ook de impact van sociale media is overduidelijk. Mm-hmm. Ja, dat zorgt een stuk voor een versnelling en een verruwing.
Je merkt ook dat heel veel politici echt geobsedeerd zijn door hun, ja, door hun scherm, dat dat eigenlijk ja, dat dat hun horizon is geworden, de smartphone. Ja. Dat mat ook echt af, maakt mensen moe. Je bent altijd maar aan het zenden en dus veel minder tijd om te denken. Dus het is niet dat dat ja, bijvoorbeeld de voorbije 2 jaar is ontstaan. Dat is een langere termijn tendens. Ergens had Vivaldi-regering wel beloofd om het toch een beetje op een andere manier aan te pakken. Dat is soms gelukt, maar vaak ook niet, omdat bijvoorbeeld ja, je hebt een aantal partijvoorzitters die echt in de weg hebben gelopen. Hè. Ja. En je hebt eigenlijk een regering gehad die te braaf is geweest, wat mij betreft. Op welk niveau? Ja, wacht, dat is misschien nog een ander topic. Maar... Ja, nee, die eigenlijk had kunnen zeggen, die had af en toe tegen partijvoorzitters moeten zeggen van jongens, sorry, allee, wij zijn baas, hè. Of een parlement dat af en toe had gezegd van ja, wij nemen wat meer het voortouw, maar ja, onze manier van werken in België is op dit ogenblik ja, zeer particratisch. Partijvoorzitters die zich eigenlijk met alles moeien. Vraag, in verband met die ja, bewegingsvrijheid, hè, zij het qua gedachtegoed, maar zij het ook qua effectief stemgedrag of soms een soort voorstel al dan niet ondertekenen. Is er nu ook iets... Is er individuele macht om dat te veranderen? Want je zit er zelf in. Uiteindelijk heb je dan de onmacht eigenlijk binnen de politiek moeten ervaren. Maar dat is eigenlijk zund, want daar zou eigenlijk dan de meeste macht net moeten zitten. Een beetje eigenlijk wat je zei, ik ben het aan het parafraseren. Maar dat is een zeer ernstige analyse. Hè. Ja. Dat is niet misschien nog eerst, misschien ook een vooraf toch. Hè, het is goed dat iedereen af en toe onmacht ervaart. Hè, want dat is, de essentie van een democratie is dat je macht deelt. Dat niet iedereen zijn gelijk krijgt. Ja, ja. Hè, dus in die zin dat je af en toe... Ja, dat je onmacht moet... van het systeem versus onmacht van ik krijg mijn ideeën door. Dat zijn twee andere dingen. Ja, vooral ook soms dat zelfs het formuleren van ideeën en het leveren van de ideeënstrijd, dat eigenlijk niet altijd evident is. Hè. Daarvoor heb je, om dat wel te doen, heb je denk ik andere spelregels nodig. Bijvoorbeeld vrijheid van stemmen. Ik ben zelf ook voorstander van heel beknopte regeerakkoorden. Regeerakkoorden zijn een beetje een karkan. Hè? Dat zet uw samenleving en uw politiek ook voor een aantal jaren vast. Terwijl op 5 jaar gebeurt er enorm veel. Misschien ook een heel gek voorstel. Dus ik ben eigenlijk ook voorstander van dat het parlement af en toe ook meer gewoon klassieke werkvergaderingen zou hebben, zonder livestream, zonder open deuren. Hè? Waardoor dat je... is soms theater, en dat mag theater zijn. Nee, maar dat je het over de echte inhoud kunt hebben zonder een bepaald doel te bereiken bij het publiek. Dat je soms ook gewoon... Er is een verschil tussen een openbaar debat... En een werkvergadering. De twee zijn belangrijk. Nu zijn er wel vaak gesloten vergaderingen, maar dat is dan niet tussen meerderheid en oppositie. Ja, dat is dan tussen de meerderheid. Of binnen fracties of binnen partijen. Terwijl ik denk dat er af en toe ook een rustige, serene plek moet zijn, gewoon om ons werk goed te organiseren. Ja, want uiteindelijk, ik denk dat mensen in die end, niet iedereen, niet altijd, maar ook, hoop ik toch, een bepaalde redelijkheid wil hebben en ook het beste antwoord willen zoeken, los van wie dat met het beste antwoord komt. Ja. En dat is bijvoorbeeld... Vorige week had ik een interview met De Wereld Morgen met een jonge journalist, die echt een heel fijn gesprek, en die... wat bij hem opviel in mijn boek was de combinatie die ik probeer te maken. Dat vind ik eigenlijk een mooi compliment tussen radicaliteit en nuance. Ja. En dus ik denk dat deze tijd enorm snakt naar heel radicale ideeën. Dat er heel veel dingen zijn om ook zelfs boos over te zijn. Hè. Ja. Maar altijd met een stuk de bescheidenheid. Het is maar mijn opvatting. Altijd met een stuk nieuwsgierigheid. Altijd ook met niet een belofte van verandering, maar ook een eerlijkheid dat verandering soms tijd vergt. Ja, nee. En dus dat is eigenlijk hoe ik probeer in de politiek te staan. Grote dromen, kleine stappen. Sterke overtuigingen. Ja. Maar ook een stukje twijfel. Ik moet wel zeggen dat ik een andere tendentie. Ik denk dat mensen super hard naar nuance snakken, maar omdat ze het niet krijgen, omdat je altijd zo hard alles dat er alles zo hard wordt gereduceerd naar een zwart-wit denken, dat ze het antoniem kiezen van wat er is, net omdat die nuance niet kan zegevieren. Dat is een beetje van, als er dan toch geen nuance is, dan neem ik een ander voorstel dat er gewoon voor zorgt dat die nuance... Dat is een beetje, de klepel zou eigenlijk in het midden moeten hangen, maar die slaagt altijd door. En mensen proberen denk ik het midden te bereiken, en dat is helaas door ons samenlevingsmodel werkt, en volgens mij het biologische dier de mens ook. En dat is als die is doorgeslagen langs ene kant, gaan mensen, omdat nuance eigenlijk zeer moeilijk te vinden is, ook bedoel ik dan echt specifiek in beleid, dat ze dan het ander kiezen om eigenlijk dat midden terug te vinden. Als last resort. Maar dat is omdat je constant met extreme eigenlijk zijn aan het vechten. Dan heb ik het niet over partijen of ideologie extreem, maar ik bedoel, je bent gewoon altijd letterlijk en figuurlijk van links naar rechts aan het gaan, omdat het altijd is het een of het ander.
En politiek is ook een beetje een zero-sum game, hè? Maar als er misschien soms betere ideeën zijn die het midden vinden, dan heb je die een terugslag minder. En ik denk dat daar wel... Kun je dat een beetje uitleggen, want ik ben niet helemaal... Ja, dat is een goede vraag. Een voorbeeld of zo? Een voorbeeld. Ja, ik denk bijvoorbeeld heel hard wat je nu ziet. Hè. Je ziet een heel harde beweging in... Hoe verwoord ik het? Even nadenken hoe ik het relevant breng. In een overdreven... Voilà, hier begint mijn analyse dan al. Hè, maar een overdreven... individualisering van mensenrechten, om het zo te zeggen. En dan bedoel ik niet de mensenrechten in de echte betekenis, maar het verwaand idee van, ah ja, als ik een bepaald idee heb over mezelf en moet de wereld dat accepteren, dat is goed, dat is goed. Ik denk dat we, maar je merkt dat dat stilaan wat doorgedreven is en dan zie je eigenlijk een terugbeweging. Heel standaard, woke, anti-woke. Dat is dan weer een extreem voorbeeld ervan. En ik denk, het idee van mensen moeten meer rechten hebben en we moeten individuen niet zomaar over één kam scheren, de meest redelijke mensen zijn het daarover eens. Dus idee, top, doorgedreven, en dan heb je een terugslag. Ja, en daar is het spijtige dat sommige dingen te ver gaan, dan missen ze hun impact. Denk dat je toch niet de massa aan nuance, die aanwezig is in onze samenleving, niet mocht onderschatten. Het zijn niet de luidste stemmen, maar dat betekent niet dat ze niet meer zijn. Hè? Dus dat snap ik. En stille minderheid roept luid. Ja, en dus... En dat is iets dat ik ook soms, mijn collega's in de politiek proberen iets te maken. Ja, van kijk, allee, er ligt daar wel een hele grote groep van kiezers die eigenlijk die op zoek is naar een stuk Dus ik zei ook van, ik denk niet dat de trend radicalisering is, maar nuance. Maar omdat die moeilijk te vinden is, dat er dan die radicaliserende symptomen zijn. Ja. Maar waarom vertaalt je dat dan niet in de politiek? Heel veel mensen zijn er naar op zoek naar die nuance, maar ze komt niet naar boven in het beleid. Voor een stuk kom je altijd terug op een aantal spelregels die daar ook mee in de hand werken. Ik ben bijvoorbeeld, je zegt, politiek is een zero-sum game. Dat is zo in de huidige situatie, met de huidige spelregels, maar ik ben bijvoorbeeld voorstander voor de partijoverschrijdende stem. Panacheren heet dat in kiesysteemtaal. En waarom ben ik daar voorstander van? Omdat het kiessysteem van vandaag, waarin dat mensen wel voor heel veel kandidaten op één lijst mogen stemmen, maar niet bijvoorbeeld voor twee kandidaten op twee lijsten, zorgt er eigenlijk voor dat... Wie zijn uw electorale concurrenten? Dat zijn eigenlijk uw inhoudelijke buren. Als ik in de provincie Antwerpen campagne voerde, dan mocht ik ervan uitgaan dat mensen, bijvoorbeeld de vorige campagne, twijfelden tussen Jasmin Kerbasch, Willem-Frederik Schiltz, en ik. Dus iemand van sociaaldemocratie, iemand van het progressieve liberalisme en ik als groene politicus. Maar dus mensen kunnen niet voor de combinatie stemmen. Dus ik word eigenlijk verplicht om de verschillen uit te vergroten. Mijn potentiële kiezers te overtuigen, maar stem voor mij en niet voor Willem-Frederik en niet voor Jasmin. Terwijl dat eigenlijk op dat ogenblik en nog altijd mensen zijn waar ik 80% of 90% van de weg samen mee kan en wil afleggen. Ja. Dus je zou die zero-sum game kunnen inruilen voor combinaties en samenwerking als je mensen de kans geeft om voor 2, 3, 4 mensen te stemmen over verschillende lijsten heen. Maar dat vind ik heel interessant dat je dat zegt, want ik denk inderdaad, het is zo'n eenheidswoord geworden van een aantal ideologieën en je kiest dan eigenlijk de total package, waarin dat ik denk dat de meeste mensen wel een aantal standpunten binnen elke partij, letterlijk of figuurlijk, wel interessant vinden en eerder die een mix willen zien, maar eigenlijk kun je dat niet uiten. En het ding is, wat ik soms zeg, en dan ga ik u laten aanspreken, maar het is sowieso fout dat ik ga zeggen, het zit vol met gaten, dus dat moet je niet proberen te doorprikken. Het is een zeef wat ik ga vertellen, maar... zou het niet interessant zijn als we ook in plaats van politieke partijen, los van het feit dat die zeker een bestaansreden hebben, misschien moeten blijven bestaan in de huidige staat, maar stemmen op thema's, dat je 20 thema's selecteert. Er zijn wel zoveel aangehaald. Ja, ik weet het, maar omdat je de analyse hebt gemaakt, probeer ik nog eens, want we zijn eigenlijk nooit geraakt. Nee, klopt. Dus stemmen op thema's, je kiest er een 20-tal, wie kiest de thema's, welke vragen stelt er rond, het zit te werken. Fout. Ja. Maar en dan dat te gaan vertalen naar... politieke partij. Ik weet niet hoe dat die vertaalslag gebeurt. Maar gewoon, ik denk, als je mensen laat kiezen op partijen versus thema's, volgens mij gaat dat een heel ander resultaat krijgen. Ja. Je moet natuurlijk ook wel... je moet ook ergens ook een bepaalde coherentie nastreven. Hè? En dus in die zin, bijvoorbeeld een van de tussentitels van mijn boek is
politiek zonder particratie, maar met partijen. Voor mij is dat totaal, is dat niet noodzakelijk hetzelfde. Ik gebruik de metafoor van, ja, particratie, dat is eigenlijk een beetje hooliganisme, dat is fanatisme, dat is een gebrek aan nieuwsgierigheid, dat is agressie. Partijen, dat is supporteren. Hè, dat is je organiseren, dat is samen optrekken. Maar ja, je moet toch ideeën je hebt organisatie en coherentie nodig. Dus zelfs als je vandaag alle bestaande politieke partijen afschaft, ga je redelijk snel naar een werkvorm gaan waar je toch terug mensen en ideeën gaat organiseren. Maar je zou wel een combinatie kunnen maken van stemmen voor partijen. En wat mij betreft dan de partijverschillende stemmen ook mogelijk maken om samenwerking en bruggenbouw een duwtje in de rug te geven. Maar je zou van verkiezingsdag ook bijvoorbeeld in de States doet men dat, je zou wel een aantal inhoudelijke vragen ook op het stembiljet kunnen zetten. En wat is de impact daarvan? Dus een van de leukste ervaringen van de afgelopen jaren, want dus volksvertegenwoordiger zijn is ook nog altijd een voorrecht. Hè. Er zijn de nadelen of de uitdagingen waar ik het soms ook... It's not all bad. Huh? Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, er zijn dingen die veel, veel moeilijker en veel, veel... uitdagender zijn dan parlementslid zijn. Hè? En dan nu een boterham verdienen met babbelen over je ideeën. Ja. Dus ik wil zeker niet ondankbaar of negatief klinken. Hè? Dus, maar een van de mooie dingen die ik de afgelopen jaar heb mogen doen is, ik ben verkiezingswaarnemer geweest al op een aantal plekken, onder andere in de States bij de midterms. En dus daar stonden naast de keuze voor voor het parlement stonden er ook een aantal inhoudelijke vragen op de kiesbrief. Voor of tegen de legalisering van abortus. Voor of tegen de legalisering van cannabis. Het zijn wel heel... Ik vind de vragen fout, maar het is interessant dat ze proberen. Inhoudelijke vragen zijn natuurlijk een stukje... Zijn per definitie nee, onthouding. Nee, dat snap ik. Maar het zijn zo'n specifieke gepolariseerde thema's. Het zou interessanter zijn. Ik geef het bij wijze van voorbeeld, omdat het... Maar je zou bijvoorbeeld perfect kunnen zeggen... Om van verkiezingsdag nog een groter feest van de democratie van te maken, om van die campagne een nog grotere ideeënstrijd te maken, zou je perfect kunnen zeggen, maar kijk, elke inhoudelijke vraag die x-duizend handtekeningen heeft verzameld voor een bepaalde datum, die prijkt mee op het kiesbiljet. En wat zou de impact daarvan zijn? Is dat dan eerder gewoon een nice to have en een stap in de goede richting? Of zou dat ook effectief een bepaalde impact hebben? Snap je? Wat gebeurt er nu mee met het antwoord op die vraag? In Amerika dan? Dat geeft wel echt richting aan het beleid, ja. Ja. Oké, maar het is voornamelijk een vrijblijvende richtingsgever. Ja, ik wil echt snappen hoe dat werkt, wat er mee gedaan wordt. Ik weet niet of het een bindend karakter heeft. Daar kan je over discussiëren. Ik denk zelfs als het een adviserende rol heeft, is het effect wel dat je een aantal vragen kunt pushen in de campagne vanuit de samenleving. Ja. Dat je kunt zeggen, lieve vrienden van de wetstaat, maar jullie zijn met die 10 thema's bezig, maar jullie zijn een 11e en een 12e wel vergeten. Ja. Want er zijn soms thema's die wellicht in de samenleving veel sterker leven dan in de politiek en vice versa. Dus het geeft richting aan de campagne, aan de ideeënstrijd. En als je uitgesproken resultaten hebt, zal het wellicht ook regeerakkoorden. Het is een stap in de goede richting. En het is ook ineens de moment om al die stemmen te verzamelen. Ja. En bij mij gaat het ook samen van... Voor mij is verkiezingsdag is toch een beetje wat Marok is... Verkiezingsdag is toch sluikere kramen komt eraan. Hè? Dus verkiezingsdag is voor een democratie een beetje wat Marok voor mij is voor de festivalzomer. Hè? Echt het hoogtepunt, de afsluiter. Ja. Hè? Ja. Een nieuw begin ook. Hè? Dus je moet eigenlijk met die dag nog meer doen. Door bijvoorbeeld inhoudelijke vragen te stellen. Ja. Maar een ander idee dat ik in mijn boek formuleer is van nu is er altijd veel gedoe. We zijn er heel negatief over bijzitters. Hè? Dus die kiesbureaus inrichten. Ja. Hè? Ik vind dat eigenlijk iets dat je zou moeten promoten. Je zou zelfs bijna moeten zeggen, sorry, maar iedereen doet dat minstens één keer in zijn leven. Ja. Dat gebeurt in scholen vaak, kiesbureaus. Ja. We gaan die kiesbureaus mee opbouwen met kinderen en jongeren. Ja. En we maken van die er echt betrekken bij. Ja. Om dan te verwijzen naar uw titel, ik denk dat je ook wel met een heel grote massa momenteel zit. Hoe groot het is, wil ik niet proberen te kwantificeren. Maar die minder geloof hebben in het...
huidige invullen van de democratie zoals het nu georganiseerd wordt. En dan is het door excessen van een particratie, waardoor dat je dat gevoel, waarin dat ik geloof, dat we dat terug moeten stimuleren en een gezond burgerschap, dat dat minder leeft, inderdaad. En dat dat nu zo een half straf is. Ja, want allee, ik denk dat mensen, dat er vandaag inderdaad een groot wantrouwen is. Hè? Want dus, de titel is positief, maar er ligt een bilan aan de basis van het boek. En dat is eigenlijk, ja, het bilan is eerder de staat van wantrouwen. Ja, ik weet het. Maar een stuk misschien ook desinteresse en boosheid. Maar dat wantrouwen, die desinteresse en die boosheid, die richt zich tot het huidige politiek systeem, tot het huidige politieke aanbod. Maar tegelijkertijd, ja, ook boosheid is, is politiek. Ja. Hè, verontwaardiging over hoe het vandaag loopt, is eigenlijk de facto interesse in politiek. Hè, is eigenlijk, ik snap wat je wilt zeggen, maar dat is iets te mooi. Ik denk dat het in de realiteit simpeler is dan dat. Maar ik snap het, hè, verontwaardiging dat constructief wordt vertaald om verandering te brengen. Maar verontwaardiging hoeft zelfs niet altijd constructief te zijn. Ook een antipolitieke stem is ook een politieke stem, is ook een politiek geluid, is ook een vorm van betrokkenheid. Verontwaardiging is een vorm van betrokkenheid. Nou, dat kent je veel over. Dank u. Maar, ben jij gemakkelijk verontwaardigd? Nee. Maar hij twijfelt of dat hem... mag ik het zeggen? Of? Nee, laat maar, want ik weet niet wat je gaat zeggen. Maar, staan hier jullie script dit? Nee. No, we hebben geen script. Ja. Maar dat is onze sterkte en onze zwakte tegelijk. Dat is vaak zo, trouwens. Maar eigenlijk wat je zegt, inderdaad, leuk perspectief op inderdaad dan het antipolitieke. Maar laten we zeggen dat het... ik ben dan toch iets meer fan dat het vrij snel toch de constructiviteit moet vinden dan. Hè? Dus dat een tijdelijk ongenoegen is fijn. Maar je merkt al dat na een tijd gewoon ook een soort van chaotisch gegeven wordt. En dat brengt dan niks meer op. Het signaal is wel relevant, maar het probleem is dan ook wel dat het signaal eigenlijk te weinig wordt opgepikt. Denk ik. En daarom ben ik, ik weet niet of jullie dat een goed idee vinden, maar ik ben bijvoorbeeld ook al lange tijd voorstander van het vertalen van blanco stemmen in lege zetels. Ik wou net die vraag stellen. Ja, wel, blanco stemmen in lege zetels. Ah, ja. Wel, ik vind dat een zeer relevant dat je, hè, dus dat eigenlijk een blanco stem, iemand die de inspanning doet om naar het kieslokaal te stappen. Ja. En daar zegt van, ik kijk naar die lijsten, ik kijk naar die mensen, ik heb naar die debatten gekeken. En ik herken mij niet in het aanbod. Mm-hmm. Dat is een politiek signaal. Ja, dat vind, absoluut, dat vind ik heel anti. En dat is een signaal dat eigenlijk de maandag of de dinsdag vergeten is. Ja, ja, absoluut. Wat ik zelfs vind, ik zou het zelfs nog eentje verder trekken, en dat is dat politieke partijen met 100% van alle stemmen het moeten doen. Dus als er 20% blanco stemt, dan zult je het met 80% nog maar moeten doen om je meerderheid te vinden. Dat lijkt me ingewikkeld. Nee, het probleem is, dan zul je terug, volgens mij kordater moeten zijn of dingen beter doen om dat, ervoor te zorgen dat dat niet is. Dat forst wel wat meer, inderdaad. Dat is pas echt, denk ik, gezonde, constructieve antipolitiek voeren, omdat dan zullen er echt al dingen moeten veranderen om echt heel drastische scenario's tegen te gaan. Maar ik denk natuurlijk kunnen we wel een stijnstil van... Met lege zetels is ook al een enorme straf en een duidelijk signaal. Hè? Dus en is ook trouwens een manier eigenlijk om het aantal parlementsleden te verminderen. Is ook een besparing. Hè? Maar ik zou dan wel de meerderheden... ook om dat meerderheden gaan over voor of tegen een bepaalde positie. Hè? En die is niet gedefinieerd voor die lege zetels. Nee, ik weet het. Dus dan denk ik wel dat je meerderheden moet zoeken binnen de ingevulde zetels. Maar bon, dat is uitvoering, dat is modaliteit. Ik ben het eens met je analyse van het gevaar. En toch denk ik, dan zullen we het beter moeten doen, zodat mensen terug gemotiveerd zijn om... Ze moeten het maar eens voelen, is eigenlijk... Maar dat is... Los daarvan, hè, van die verkiezing om de paar jaar, want dat is eigenlijk de enige inbreng dat een burger heeft, een minister, een partijvoorzitter... Dat wordt allemaal intern verkozen. Dat zijn zaken waar dat een burger niks mee te maken heeft. Ik vind dat eigenlijk compleet fout. Maar ik ben er half. Ik ben het er wel mee eens. Ja. Zeker omdat bijvoorbeeld, het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn dat ministers verkozen zijn. Mm-hmm. Maar wel in een situatie waarin ze zoveel macht hebben als de onze. Ja. Dus moesten ze een veel bescheidenere rol hebben, moesten ze echt gewoon bezig zijn met uitvoering, dan kies je eigenlijk voor een meer technocratische rol. Mm-hmm. En dan hoeft men niet via de kiezer te passeren. Nee. Maar in onze situatie, men is niet noodzakelijk verkozen, in veel gevallen zelfs niet verkozen. Ze creëren meer ideologie. Maar ze hebben wel een heel belangrijke politieke rol. Yeah. Bovendien, men wordt dan aangeduid, en als men dan meedoet aan de volgende verkiezingen, is het ongeveer vaak voor een ander niveau, waardoor dat je eigenlijk ook het bilan niet kan maken. Mm. En dus, voor mij zijn er twee routes mogelijk. Ofwel hebben ministers minder te zeggen
En hoeven ze niet verkozen te worden. Ofwel, als je dan toch in de buurt blijft van hun huidige macht en rol, ja, dan moeten ze eigenlijk via de kiezer passeren. Ik denk wel dat de functie op zich is wel goed. Allee, op een bepaald moment moeten we wel een besluitorgaan hebben. Dus ik denk, goed om te blijven, maar ik sla maar hij heeft een eerste check al niet gepasseerd. Dat is nogmaals om die paar jaar een keer een stem uit te brengen. Langs de andere kant, ik vind ons huidig model vrij zwak georiënteerd. Nee, ik ben tegen u aan het spreken. Puur op het niveau van, we zijn het dan over eens van, oké, oftewel macht minder, maar ik zeg van, het is wel goed dat er op een bepaald moment een machtscentratie is. Dat is gewoon, anders krijg je niks gedaan, dan krijg je helemaal niks gedaan. Maar het ding is, je zegt dan, dan moet je toch verkozen worden. Maar per definitie zoek je dan een profiel dat er wel in slaagt, een bevolkingsgroep, een emotionele beleving te laten hebben, waardoor ze op je willen kiezen. Dus je destilleert er eigenlijk al een heel aantal goede, mogelijk goede profielen uit, doordat die door het huidige kiesysteem per definitie een bepaalde assertiviteit moeten hebben, een bepaalde manier om te spreken, een X en Z. En dan denk ik, ja, dan laten toch ook wel een aantal goede profielen links liggen. Maar zijn de niet verkozen ministers, dat zijn niet op dit ogenblik... Die zijn niet beter, per se. Die zijn niet bedeesde technocratische profielen. Nee. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de federale regering. Dus er is soms kritiek over geen Vlaamse meerderheid. Dat vind ik kwats, want je bestuurt voor alle Belgen. Ja. Plus in 9 van de 10 provincies heeft Vivaldi een meerderheid. Maar wat ik wel een terechte kritiek vind, is dat heel veel van de mensen met een sleutelrol in de federale regering zijn niet via de kiezer gepasseerd. Mm-hmm. Dus de minister van Binnenlandse Zaken is niet via de kiezer gepasseerd. Staatssecretaris Asiel en Migratie, niet via de kiezer gepasseerd. Minister van Buitenlandse Zaken, niet via de kiezer gepasseerd. Dat vind ik de zotste, want dat zijn de relaties met heel de wereld. De minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg, Van den Broeke, gigantisch budget, niet via de kiezer gepasseerd. Dus als je zou uitrekenen hoeveel procent van de begroting in handen is van een minister die verkozen is... dat gaat echt een heel klein aandeel zijn. En zeker in mijn huidige rol... is dat eigenlijk niet uit te leggen. Dat was op een ogenblik, was dat voor mij ook wel echt een enorme teleurstelling. Ik had behoorlijk wat stemmen gehaald, niet zoveel als ik gehoopt had, maar ik had 40.000 stemmen gehaald. Oké, ik raak niet in de regering. Mm-hmm. En binnen de kortste keren moet jij in de pas lopen van mensen die niet de moeite gedaan hebben om klappen te krijgen in een kiescampagne. Hè? Ja. Want als je een kiescampagne, dat is plezant, maar dat is ook gewoon... Dat is pittig, hè. Ik was een aantal kilo afgevallen na de laatste campagne. Gewoon die budgetten dat je daarvoor krijgt voor al die campagnes te voeren, ik vind dat ook wel een pak minder mag zijn. Ja, daar ben ik het niet mee eens, die partijfinanciering. Maar... Partijfinanciering moet toch... Allee, dat moet even bekeken worden om nieuwe entries makkelijker te maken. Ja, en je hebt met nu vooral... Er wordt gigantisch veel geld uitgegeven aan campagnes op het moment dat het geen campagne is. Mm-hmm. Hè? En dus in de campagnetijd heb je dus een plafond, maar dus buiten campagnetijd mag je zoveel uitgeven als je wilt. Ja. En dat is echt een Belgisch en vooral Vlaams fenomeen, bijvoorbeeld de uitgaven op sociale media. Mm-hmm. Waanzin, hè? Vind ik al helemaal zot, ja. Dus wij subsidiëren met belastingsgeld, subsidiëren wij zenuwachtigheid, slogans en polarisatie. Mm-hmm. Nee, daar ben ik wel akkoord. Ja. Ik ben daar semi mee akkoord. Ik denk dat dat... Semi mee akkoord. Ja, maar nee, maar als je zo'n model hebt waarin dat je nu in met partijen zit en zo, die moeten een bepaalde vrijheid hebben. Dat in de hand werkt, is niet meer... Dat is puur... Marketing en reclame. Maar je hebt ook wel een aantal... Het ding is ook, ons medialandschap heeft vaak ook voorkeuren die veranderen, hè, voor een aantal profielen. Dus per definitie, als je dat wilt gelijk maken van zoveel weergave door de gemiddelde burger, heb je soms andere middelen nodig. Maar ik zeg ook niet... Ik zeg niet dat politici niet meer op sociale media moeten zitten. Ik zeg alleen dat we publiek geld, hè, want daar gaat het over, partijfinanciering. Ja, we geven dan denk ik dat we eerst al eens met die Coke-app moeten stoppen, in plaats van... Er is nu toch weer keiveel geld gespendeerd aan een Coke-app voor de Vlaamse regering. Ja, maar, dus ik denk dat er andere besparingen zijn, waarin dat uiteindelijk politiek die zichzelf probeert te organiseren, interessant te maken, zonder excessen, ben ik het mee eens, vind ik een onderdeel... Zeker voor de budgetten, dat is een kerntaak van de overheid in zekere mate. Veel meer dan andere zaken. Dan ben ik, als we dan toch moeten besparen, andere zaken. Het populariteitscontest gewoon keihard in de hand. En dat moet gewoon vermeden worden. Ja, maar dat is omdat we met die extreme particratie ook zitten. Want dat is misschien nog een andere vraag dat ik wou stellen. Misschien een stuk. Maar nog even over die sociale media. Allee, dus, je mocht niet onderschatten wat daar niet alleen de impact op publiek, maar ook op de sfeer in de wedstrijd. Hè? Dus dat is echt... Ik ben zelf gestart aan in het parlement eigenlijk het moment dat Twitter en Facebook ongeveer in zijn kinderschoenen stonden.
En je ziet nu de energie die dat opeist. Ja. Ik heb zelf op een bepaald ogenblik ook beslist, van ik gooi eigenlijk... Ja, buiten Instagram zijn alle apps van mijn telefoon. Hm. Dus doe ik alleen nog maar op computer. Hm. Waarom? Omdat dat is gewoon voor je mentale gezondheid. Ja, de ruimte om nog andere dingen te doen, die wordt gewoon opgevreten. Hm. Ik heb geen Instagram, ook wel gewoon het aan deze. Dus. Nee, maar dat kun je best inderdaad gewoon een moment inplannen. Is dagelijks, is wekelijks, hè, dat je het even centreert. Ja. In plaats van anders komt dat constant ding, 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 ding binnen. Hè. Ja. Dat is echt, dat is de belasting daarvan en de footprint van sociale media op een individu, hè. Dat is echt ongelooflijk. Taxerend. Nee, ja, echt als je vaak zo ook gewoon op tv of wherever zien, dan op het moment, dan zit zo... Je ziet iedereen scrollen, hè. Iedereen zit aan het scrollen. Ik vind dat gewoon super onbeleefd, eerste. En... Ja, gewoon dat. Dat is gewoon super onbeleefd. Ja. Want die zitten daar veel mensen met tegen betaling om de burger te dienen. Hè. Laten we het even kort op de bocht zetten. En dan zitten daar gewoon geen aandacht, geen inbreng. Mm. Dat is gewoon degoutant. Ja, dat is een heel passief gegeven. Hoe komt dat zoiets nog niet eens afgezet? Laat een alcohol dan staan en schaft dan dat aan. Allee, ja, alcohol creëert nog gesprekken. Dat creëert inderdaad nog meer dialoog. Maar het ding is, dat is iets waar mensen mij inderdaad enorm veel op aanspreken. En dus, ik ben het eens met jou, want ik zou het interessant vinden om het eens te testen. Van wat zou de reactie zijn, laptops en gsm's uit het parlement, zoals je dat in een klas bijvoorbeeld ook neemt. Ja, nee, ik ben wel fan dat ze mogen blijven, maar ik kan wat ook wel is bijvoorbeeld de plenaire vergaderingen die wij hebben, de beelden die je dan ziet. Ja, bijvoorbeeld, dat is vaak van 2 uur in de namiddag tot 9 uur, 10 uur, 11 uur 's avonds. Mm-hmm. Ja, dus dat is ook geen... Maar ik denk dat niemand zegt, het absoluut dat je aanhaalt, dat is om een tegenreactie te geven. Mm-hmm. Maar ik denk dat er een nuance te maken is. Nee. Gewoon in de zin van dat je minder dan 15% van je totale tijd daar gespendeerd op je gsm of laptop zit. Zoiets, of bepaalde zaken wel. Als je belangrijke mails moet doen, hier en daar tussen. Sure, uiteraard. Nee. Maar dus... blok misschien sowieso al social media daar. Hè? Mm-hmm. Dat zal dan een grote impact hebben. Ja, en dat heeft sowieso geen relevantie daar, dat volg ik. Mm. Maar... Ik heb nog een andere vraag. Ja, ik wou eigenlijk... Ja, even teruggaan. Sorry, ik heb dit gesprek misschien een klein beetje gehijacked. Maar zoals eigenlijk, ja, helaas. Hè, want je kunt wel sorry zeggen, maar als je niks aan verandert, dan meen het niet. Voilà. Naar het begin eigenlijk. Want omdat ik daar toch niet te snel wil overgaan, echt helemaal het begin. En dat is die vrijheid van stemgedrag. Hè, want dat passeert eigenlijk allemaal maar. En iedereen accepteert dat maar. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat echt wel een probleem. En het grootste probleem daarmee is dat het voornamelijk ook een cultureel probleem is. Nog niet eens een echt probleem. Want morgen kan iedereen beslissen dat het aangepast is. Bij wijze van spreken. Hè. Dus mijn vraag daar is van... Waarom bestaat dat nog steeds zo intens? Is dat echt gewoon cultuur? Dat gewoon zo... Voor een stuk is het... Welk specifiek? Cultuur? Vanuit de politiek. Ah, zo, ja. Omdat parlementsleden vrij mogen stemmen. Ja. Voor een stuk is het... Er is inderdaad geen enkele wet die een parlement verbiedt om afwijken te stemmen. Dus in die zin... zou je kunnen zeggen, maar het heeft niet zozeer met spelregels te maken. Het is een culturele kwestie en zelfs mogelijk zijn individuele keuze. Toch zijn er heel veel geschreven en ongeschreven spelregels die dat beïnvloeden. Ja, bijvoorbeeld de manier waarop lijsten worden gemaakt. Een vrijgesloten politiek systeem, een vrijgesloten kiessysteem. Maakt ook dat als je uit de gratie valt in je eigen partij... als je eigen partij als een dissident beschouwt in plaats van als een sterkte. Een heel goed voorbeeld was overlaatst met VLD. Hè, dat ze daar ook de partijvoorzitter ook gewoon hadden benoemd, zonder zelfs intern een stemming te houden. Dat is nog iets anders, maar dat is hoe een partij zichzelf organiseert. Maar daar zijn ook vragen ook daar, tekens bij. Het erbij. En van die partijvoorzitters wordt dan verwacht dat ze dus iedereen in de pas laten lopen. Mm-hmm. En als dat niet lukt, dan staan media bijvoorbeeld ook klaar om meteen op dat af... Dus dat is... Daar is zeker ook een... Dat is langs twee kanten. Ja, er is zeker ook een mediakant. Want ik heb daar... ik wil niet... Ik ben niet zo iemand die snel zijn heil zoekt in mediakritiek, omdat mediakritiek van politici... komt vaak van politici die niet hard genoeg werken of niet interessant genoeg zijn. Want er is ruimte om in de krant te geraken, om in studio's te geraken. Ik was ook een nobody in 2010. Hè. Ik was niet de zoon of de dochter van. Ik was... en ik ben door hard te werken in de Kamer, heb ik een stuk bekendheid opgebouwd. En had ik exposure in de media. Dus ik vind mediakritiek soms iets te gemakkelijk. Maar wat wel een punt is van... Ja, het wordt wel heel snel...
meningenstrijd wordt ook wel heel snel afgeschilderd als ruzie. Hè? En dus iemand mijn eigen mening is dan al heel snel een incident. En een partijvoorzitter die in zijn partij wordt geconfronteerd met verschillende meningen, wat eigenlijk een heel normale zaak is, is al heel snel een slap Janus. Dus ja, ook dat zou moeten veranderen, dat je op een meer ontspannen manier tussen personen en in partijen van meningen kunt verschillen. En dat dat eerder als een sterkte wordt ervaren dan als een vorm van zwakte. Ja, van applaus. Ik bedoel, een poging gedaan om... Dus het is in elk geval het is hardnekkig cultureel. En er zijn een aantal structuren die het ook in de hand werken. Ja. Een opvolgvraag stellen. Ziet je het in de komende 5 à 10 jaar... teruggeschroefd worden, dat er wel nog uniformiteit is binnen partijen, wat ook belangrijk is, want je probeert dan ideologie te vertegenwoordigen, ben ik het eens mee, maar dat er toch meer individu is voor af en toe gewoon personal statements te maken, van nee, hier ben ik het niet mee eens. Denk je dat gaat evolueren of devolueren in de komende 5 jaar? Voilà, dat is mijn vraag eigenlijk. Het zal in elk geval veranderen. En de vraag is of het beter wordt. Ja, en naar wat gaat het veranderen, denk je? Of wat is de verandering? Ja, het is wel mijn overtuiging dat dit politiek systeem, ook dit politieke landschap, op zijn laatste benen loopt. Denk je dat nog 1 rondje beleid zal zijn nu? Dan heel stevig? Of? Ja, ik heb mijn boek begint met Gramsci, Italiaanse marxist. En ik zeg van het oude is aan het sterven, maar het nieuwe geraakt nog niet geboren. Zo ervaar ik eigenlijk een beetje de huidige politieke situatie. Ja. Okay. Geraakt het nieuwe geboren? Dat is nog een stuk een vraagteken. En het nieuwe gaat dat er mooier, beter en aantrekkelijker uitzien? Dat is ook nog een vraag. Ja, maar het is al 2 ifs. Maar dat is een cement woord. Maar dus ik weet het niet, dat is het eerlijke antwoord. Nee, maar dat snap ik. En dat maakt mij ongelooflijk rusteloos. Want ik ben niet alleen bezorgd en verontwaardigd over wat het vandaag is. Ik ben natuurlijk ook bezorgd over wat er misschien in de plaats komt. En daarom dat ik ook mijn boek afsluit. En dat is het voordeel van de vrijheid die ik nu heb. Dat ik mijn boek ook afsluit met mijn pleidooi, bijvoorbeeld voor een ander politiek landschap. Ja. Waar ik eigenlijk graag een grote progressieve volkspartij zou zien ontstaan, maar dat zouden eigenlijk ook aan de andere kant van het politieke spectrum moeten doen. Mm-hmm. Dat echt meer functioneert als een ontmoetingsplaats. Dat meer functioneert met openheid, nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En in mijn geval is dat dan een brede partij die radicale ideeën combineert. Maar ook de ambitie om de grootste te zijn. Mm-hmm. Hè, om de premier te leveren, om de minister-president te leveren. Maar dan stoet je nog steeds aan die particratie. Ik wou het juist zeggen. Maar wel een intern, meer diverse partij. Meer ontspannen met die diversiteit omspringt. Dat gaat dan weer zo ontstaan. En dat gaat dan ook weer een richting uitgaan. Maar jij hebt een bepaalde richting en je hebt een waardekader. En je hebt een basisprogramma nodig. Hè. Maar het is ook mijn overtuiging dat die programma's en zo beter worden. En dat op het moment dat er verschillende inspiraties en achtergronden aan de tafel zitten. Dus ik gebruik veel... Of de eenheidsworst die er nu al is, wordt nog harder doorgeduwd op een groter systeem. Dat is een risico, maar vandaar dat ik dat belangrijk vind, dat die nieuwsgierigheid en diversiteit wordt gekoesterd. Maar je bent eens met je normen en waarden. En dan heb je een tafel waar verschillende perspectieven rond verzameld worden. Ik denk, een partij moet eigenlijk een beetje een mini-samenleving zijn. Hè? Daar moeten ondernemers rond de tafel zitten, moeten klimaatactivisten rond de tafel zitten, daar moeten mensen in armoede zitten, daar moeten gefortuneerde mensen in zitten, mensen met een migratieachtergrond, soms misschien mensen die wat bezorgd zijn over, over het tempo waarin onze samenleving verandert en kleur en diversiteit krijgt. En richt een tafel in waarin dat gesprek kan plaatsvinden. Is dat niet utopisch? Je moet vergezichten durven formuleren. Dat is denk ik ook... We hebben het inderdaad nog niet geprobeerd. Ik denk dat progressieve politiek vaak zich vandaag een beetje te maatregelachtig is. Ja. Je mocht als politicus nooit neerleggen bij wat nu al haalbaar is. Ja. Je moet er rekening mee houden. Ja. Hè? Ik ben geen hemelfietser. Daarom maak ik ook graag bijvoorbeeld in Mechelen schepen zou worden. Maar ik hou ook van de kleine stappen. Ik hou van de concrete dingen. Elke millimeter vooruitgang is een millimeter vooruitgang die je met beide handen moet grijpen. Ja. Maar de kleine stapjes moet je altijd combineren met een stuk radicaliteit, vergezichten, met onhaalbare dingen. Want als onhaalbare dingen niet worden geformuleerd, worden ze ook nooit haalbaar. Eens met dat gegeven. Maar het enige probleem is, als je je model doortrekt en je laat dat ongeveer
x-aantal jaren bestaan. Het extreem daarvan zou eigenlijk het Amerikaans systeem zijn. En daar zie je eigenlijk dat hele ideologie, die ik in zekere mate wel volg op dat aspect, ook verwaterd. Omdat op een bepaald moment probeert een groep zijn eigen bestaansreden terug te verantwoorden. En dan Maar dat is een terechte bezorgdheid dat je naar een soort van twee-stromenland gaat. En dat dat eigenlijk ook zou leiden tot minder diversiteit en minder ideeën. Ja, en dan wordt het nog meer strijd. Hè, en dan wordt het ook één op één. Maar daarom ben ik ook voorstander. En ik heb in Nederland daar ook een stuk de voordelen van gezien. Hè. Dus ik heb afgelopen jaar in Nederland veel gevolgd, ook een tijdje daar gewerkt. In Nederland heb je ook veel beweging op de flanken. Dus je hebt dan een kiessysteem dat heel open is. Heel lage kiesdrempel, nationale kieskring. Dus ik denk als je dus 150 gedeeld door 100, minder dan 1% heb je nodig om in de Kamer te geraken. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een beweging als de Partij van de Dieren, maar ook Volt, de pro-Europese beweging. En dat is, zij hebben niet de ambitie om de grootste te zijn, zij hebben niet de ambitie om gewoon te besturen, een stem te vertegenwoordigen. Maar zij brengen iets in. En dus Nederland is ook instabiel, maar het is instabiliteit met vernieuwing. Ja. Wij hebben instabiliteit zonder vernieuwing. Ja, ja, wij hebben een gesloten systeem van partijen die gericht zijn op zelfbehoud. Maar we moeten daar een open systeem van maken. Ja, langs een andere kant. Ik denk, dan kun je twee grote of drie grote blokken hebben. Maar ja, heb je ook vernieuwing. Vernieuwing langs de rand. Ja, en dat vind ik interessant, want die brengen dat venster in beweging. Mm. Ja, echt waar. Omdat die formuleren een heel helder aanbod. Mm. Hè? Die formuleren een nieuw signaal. En bijvoorbeeld de Partij van de Dieren, die hebben enorm veel impact gehad, ook al zaten ze maar in de oppositie. Ze hebben de Nederlandse politiek op vlak van klimaat, energie, stikstof, echt doen opschuiven. Ja, maar los van alles waarover we het eens of oneens zijn, de toetredingsdrempel in België om een politieke partij op te starten is te hoog. En daar ben ik het sowieso mee eens. Systeem voor insiders. Insiders die bepalen spelregels, zitten op een berg geld. Ook, en dus, je hebt en partijen zijn bedrijven geworden gericht op zelfbehoud, hè, die dan ook eens de markt kunnen afschermen voor nieuwe concurrenten. Als je die spelregels zou doortrekken in de telecom of in de energiesector, dat zou snel gedaan zijn. Dat klopt. Ja, nee, ja, ik vind het eigenlijk best interessant. We kunnen misschien een ander thema... Ja, misschien even dat Nederlands verder een beetje verkennen. Daar is veel aan het gebeuren op dit moment. Ja, zeker, inderdaad. Wat zijn zo wat de positieve punten dat je daar ziet tegenover België systeem? Het parlement staat toch sterker, ja. Okay. In Nederland hebben ze bijvoorbeeld geen partijvoorzitter zoals wij die kennen. Dus de nummer één politicus van een partij... Politica, uiteraard. Die is fractievoorzitter in de Tweede Kamer of die is vicepremier in de regering. Mm-hmm. Hè? Dus daar valt eigenlijk het partijleiderschap veel meer samen met de parlementaire democratie en de regering. Mm-hmm. Dus die zitten niet gewoon op elkaars kap op Twitter of in de studio's. No. Tegenwoordig, als ze in de studio's zitten, ze trouwens ook vaak zitten samen in de studio, maar ze gaan niet met elkaar in debat. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Dat heeft dan nu een paar keer gedaan. Alle twee monologen naast elkaar. Je hebt het eerste gesprek, zeg maar iets met De Wever. En dan zit al bijvoorbeeld Tom Ongena, de voorzitter van VLD, die is al klaar voor het volgende gesprek. En dan zitten die gewoon zo wat koppen te trekken. Heb je nog niet gezien? Nee. Dat ze ook vaak met elkaar niet in debat willen gaan. Maar dat vind ik zo'n probleem. Dat is absurd. Ja. Dat is, maar in Nederland hebben we echt waar kunnen de politieke leiders ook elkaar bekampen, op vlak van ideeën, is in parlement. Ja. En bij onze partijvoorzitters, sommigen zitten in parlement, maar die steken daar niks uit. Mm. En dus die gaan daar niet met elkaar in debat. Dus dat vind ik echt een grote troef van het Nederlands politieke systeem. Nog een troef vind ik het feit dat hun gemeentes zijn veel groter, veel meer schaal. Maar je ziet nu ook wel in België fusie na fusie. Veel te traag. Inderdaad, het is millimeter per millimeter. Ja, dat is waar. Hè. Maar opnieuw, ik zeg van dus elke kans moet je grijpen. Ja, dus de stapjes die gezet worden zijn positief, maar het is te traag. Ja. Ook omdat ik geloof heel erg dat de lokale politiek een stuk ambitie en geborgenheid met elkaar kan combineren. Hmm. Dat nog een plek is waar mensen ook een stuk vertrouwen kunnen krijgen en kunnen voelen in de omgekeerde richting. Hmm. Maar dan heb je ook wel slagkracht nodig. En het gros van de Vlaamse gemeentes is veel te klein. Hmm. Veel te klein. Zwaar. En daardoor verdwijnen ook heel veel diensten. Hè? Hmm. Want het idee... Je moet eigenlijk opschalen om nog nabij te kunnen bieden. Want als gemeentes niet groter maken, dan gaat je provincies behouden. En de provincies is iets anoniem. Niemand kent die. Is ook ver weg. Hmm. Plus mensen voelen zich daar ook weinig mee verbonden.
misschien in bepaalde provincies, Limburg misschien wel, West-Vlaanderen ook wat. Maar provincie Antwerpen, is dat een entiteit? Voelen mensen zich daar verborgen? Nee, want het is ook te veel te... Of, dus andere optie is dat Vlaanderen al die bevoegdheden pakt, maar dan zit je al in Brussel, ook al vrij ver. Dus ik geloof heel sterk. En ja, Nederlandse lokale besturen zijn wel een stuk... Lokale vertegenwoording is sowieso een ding dat gaat terug meer op de agenda iets komen. Iets meer zegevieren. Vanuit welke ideologie dan ook, gemerkt dat er heel veel argumenten... Ja, je ziet ook meer het lokaal bestuur, meer dingen in handen. Nee, een stom voorbeeld, nu met je voorrang van race bijvoorbeeld. Ja, dat is iets stom. Ja, dat bepaalde gemeentes nu de beslissing pakken. We schaffen dat af en we zitten overal... Voorrang van links. Nee. Ja. Ja. Maar dat zijn wel signalen. Ja, dat gaan wij invoeren, staat volgende keer. Nee, maar dingen, je hebt daar ruimte voor experimenten. Ja. En het wordt minder gehinderd door dogma's. Door geschiedenis. Je hebt... Ik geloof wel in centralisatie in zekere mate, maar het moet interessant genoeg blijven. Dus je moet altijd een mix vinden tussen wat moet je centraliseren en wat moet je decentraliseren. Ja, maar je hebt een aantal thema's. Onze geopolitiek moet je niet aan doen als stad of als gemeente. Maar voor andere thema's kun je dan weer meer naar beneden kijken. Dus, en uiteindelijk, we hebben heel veel in België heb je de traditie om te discussiëren. Dat moet iets Vlaams of federaal zijn. Ik zie wel een aantal dingen die je ook bijvoorbeeld terug kunt samenvoegen op nationaal niveau. Maar de grote tendensen van het verschuiven is wat mij betreft dingen Europeeser maken, hè, meer samenwerking en lokaler maken. Dus eigenlijk het hele debat Vlaams-Federaal is natuurlijk politiek belangrijk en is spannend, maar de twee bewegingen die je vooral moet maken om... Maar aan de andere kant zijn er ook al veel mensen die stilaan een beetje terugdeinzen van Europa. Sorry, niet Europa, de Europese Unie. Mm-hmm. Omdat ze toch wel voelen van we moeten zien dat we daar meer controle hebben op het beleid dat daar gecreëerd wordt. Want er is wel een vrij groot vrijspel op de creatie van beleid die dan heel veel impacteert. Hè? Europese Unie heeft een klein budget, maar heel veel bevoegdheid. Ja, maar tegelijkertijd als het gaat over bijvoorbeeld de macht en tegenmacht, sterkte van het parlement. Ja, het Europees parlement heeft niet alle bevoegdheden, maar heeft eigenlijk wel meer slagkracht, meer vrijheid dan bijvoorbeeld onze nationale parlementen. Hè? Je hebt daar niet altijd een voorspelbarezelfde meerderheid in oppositie. Je hebt parlementsleden die echt mede-wetgever zijn. Ja, het is dus, maar natuurlijk, dat zijn ook niet altijd de meest bekende mensen. Het staat ook niet het meest centraal in het debat. Maar als je puur kijkt naar de spelregels, is het Europees parlement heeft eigenlijk meer te zeggen dan onze nationale parlementen. Ja, maar dat klopt. En ik denk dat mensen daar wel terug van zijn. Daarom hebben ze ook dat megageld niet nodig, hè. Ze hebben de bevoegdheid. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is allemaal anders. Dat is het ding, dat zijn landen die gaan samenwerken uiteindelijk. Versus... Maar als jullie nu in de politiek zouden stappen, welk niveau zouden jullie... Ik vraag niet welke partij, want jullie moeten objectief blijven als anker. Nee, we zijn niet objectief. Maar we proberen gewoon, ondanks een mening, niet vast te klampen aan die mening. Ja. Maar welk niveau zou het liefst aan politiek doen? Dat is een keigoeie vraag. Nee. Ja, ik zou ook sowieso nooit politiek doen. Ik zou ook veel meer... Ik geloof ook iets meer van dat je dingen kunt veranderen buiten politiek dan in politiek. Nu, binnen het huidige systeem. Ja. Als dat verandert, misschien verandert mijn... Maar ik ben iets meer georiënteerd op gewoon regio Vlaanderen, dan zou ik zeggen. Maar ik zou nooit verkozen worden. Mijn profiel is niet interessant genoeg. Dus ik zou waarschijnlijk ook zo iemand zijn die dan probeert te backchannelen en dan erin geraakt. Fuck stemmen. Ja. Maar daarom, eigenlijk, dat was de reden. Dat was de reden waarom ik voor onverkozen ministers werd. Tuurlijk. Apen te bouwen. Nee, maar je moet daar een bepaald profiel voor hebben dat aantrekt. Maar misschien een andere vraag, want ik wil even een ander thema doen. Maar om het iets meer terug naar de standaard ideologieën te brengen. Maar ik vond het een zeer interessant gesprek eigenlijk. Maar... België aan zich, of Vlaanderen of Wallonië, het interesseert me niet, maar ik bedoel, onze omgeving... Onze contraien. Ja, voilà. Mooi verwoord. Vind je dat we... Welke richting moeten we opgaan als systeem? Wat wil ik daarmee zeggen? Ik denk dat er een aantal... er zijn zoveel thema's tegelijk bezig, die na een tijd wat contradictorisch worden. En je hebt ook heel vaak progressief versus conservatief. Mm-hmm. Ik denk dat er argumenten te maken zijn voor beide kanten op verschillende thema's. Mm-hmm. En wat ik dan bijvoorbeeld ook voel...
van belasting beginnen stilaan echt op pittig hoog te worden. En dat zeg ik niet gewoon als een belastingsbetaler, maar gewoon als je daar probeert een beetje terug first principles over na te denken. Zitten we in een pittig systeem dat zeer complex behoudbaar is. We zitten ook met massa's begrotingsproblemen. Dus je voelt ook wel dat het solidariteitsgegeven, dat centraal georganiseerd wordt, ik denk dat het middenveld en de burger daar meer heeft in te ondernemen, dat dat ook wel op zijn limieten zit. Maar ik ga ervan uit dat je daar een soort van andere mening deelt. Of wat is een beetje een visie waar we naartoe gaan? Dat is geen vraag, hè. Snap je een beetje? Ik hoor twee vragen. Ik hoor u twee vragen stellen. Super. Eén, maar wat zijn de belangrijke... Ik hoor u ergens een vraag stellen naar wat zijn de prioriteiten en de belangrijke thema's. En twee, naar... Ja, hoe houd je je systeem solidair en robuust? Ja, voilà, ik ga een andere vraag stellen. Ze sluiten erbij aan. Maar je hebt al goed samengevat. Daardoor ben ik op deze finale vraag gekomen. Eentje. En dat is... Denk je dat we nog... Dat is zo'n tippen, er is een markt... Er is nog ruimte voor meer solidariteit te creëren op een aantal thema's. Maar op een aantal andere thema's is er ook helaas, vanuit welke kant dan ook, een soort van gedwongenheid voor terug meer individuele verantwoordelijkheid te creëren. En hoe gaan we die twee spanningsvelden doen evolueren naar de toekomst? Want je moet ook gewoon cru zijn. Economisch systeem is momenteel niet in het voordeel van meer solidariteit te creëren. Dat is cru wel een waarheid. Maar ik denk, laten we dat nu gewoon toepassen bijvoorbeeld op ons belastingssysteem. Dan denk ik van, ja... we hebben vandaag belastingen op bloed, zweet en tranen. Dat is een verschrikkelijke vraag van mij. Dat was echt zo lang. Ja. Dus we hebben vandaag belastingen op bloed, zweet en tranen. Ja. Dus we kijken vooral naar arbeid. Ja, maar zie, nu gaan we weer in een standaard vermogen versus arbeid en zo. Maar wij zitten op alles eigenlijk of hoger dan het Europees gemiddelde of Europees gemiddeld. Vermogen zitten we Europees gemiddeld, hè, qua taxatie daarop. Denk je vanaf als je kijkt naar ja, de taxatie voet of ook als je in relatie met het beschikbare vermogen kijkt, hè, dan is er zeker nog wel wat marge. Plus maar onze kapitaal. Qua herverdeling zitten wij ook al in de toppers van de wereld. Ja, dus maar we hebben een relatief lage inkomensongelijkheid, hè, maar we hebben ook een vrij uitgesproken vermogensongelijkheid. Maar die is niet zo groot als in andere Europese landen of versus de wereld. We zijn niet de beste in de klas. Maar ze groeit wel. En het is wel mijn overtuiging dat... Armoede ligt lager dan ooit, hè, in België. Dat is dalende tot en met de komende jaren. Ze gaan altijd wel over heel veel landgenoten. Plus, wat ik wil zeggen is dat de scheve verdeling van vermogen, hè, en het alsmaar doorgeven van die scheve verdeling van vermogen, ja, dat is wel mijn overtuiging dat onze samenleving, en vooral onze solidaire samenleving, ontwricht. Hè. Omdat je op die manier, ik formuleer in mijn boek al wat kritiek op de... andere doelen. Maar, ik formuleer in mijn boek al wat kritiek op de meritocratie. Hè. Maar als ik die even terzijde laat, ja, de band tussen inspanning en beloning... Ja. Is iets waar mensen wel nogal aan gehecht zijn. Dat is iets dat heel dominant aanwezig is in onze samenleving. Hè? Dat is gewoon natuur. Maar die correlatie hoeft niet één op één te zijn. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt, de scheefverdeling van kapitaal, rijkdom die rijkdom creëert, ik denk dat we het erover eens zijn dat iemand die zijn inkomen uit arbeid verdient, dat iets anders is dan rentenieren, huurinkomsten... erfenissen. Ja, wel, daar ben ik het dus niet mee eens. Want dat is heel het gegeven. Als iemand iets opbouwt en dat is al belast, dan is dat job well done. Je moet naar een systeem gaan waarin het rechtvaardig is om een vermogen... Maar het creëert nieuwe rijkdom. En dat is oké. Maar je zegt toch ook niet, iemand heeft een inkomen in januari uit arbeid. Ja, dus in februari gaan we dat niet belasten, want hij heeft in januari al op zo'n arbeid betaald. Nee, zijn inkomsten uit arbeid en die worden belast en die worden vele malen meer belast dan inkomsten uit kapitaal. Terwijl de logica is het omgekeerde. Ja. En wel zien we... Sorry. Dat vind ik echt... daar niet over eens te zijn. Nee, maar daarom ik vind, ik vind de vermogensongelijkheid, die groeit, die scheve verdeling, echt een van de, misschien wel de allerbelangrijkste uitdaging. Ook om andere uitdagingen te kunnen tackelen. Ja, ik denk bijvoorbeeld ook, en dan zitten we met zo van die taferelen, hè, van de inactiviteitsgraad, en ik ga daar niet te veel op inzoomen, maar dan denk je wel van, het systeem moet echt wel heel veel dragen. Hè. De sterkste schouders, om het zo te noemen, je hebt er altijd de 1% waar dat je nu probeert te azen, maar er is eigenlijk ons belastingssysteem buiten een aantal excessen, want onze fiscaliteit is zo ingewikkeld geworden dat er te veel achterkamertjes zijn, daar ben ik het sowieso over eens. Maar ik bedoel, de middenklasse draagt echt wel relatief veel, denk ik. Maar zelfs onze huidige kapitaalbelastingen
zijn ook nog eens vooral, die worden ook in grote mate ook betaald door middenklasse. En dus je zegt, ja, de 1%, ja nee, inderdaad, je kapitaalbelasting ook meer richten op die... Die doen ook de werkstellingen, die creëren ook sociale... Ja. Dus die dragen ook veel bij aan de economie, je moet er niet enkel kijken naar directe belasting. Dan als je zegt, van ja, die creëren de werkstelling, verlaagt de last op arbeid, maakt het goedkoper om mensen aan te werven, zorgt ervoor dat mensen netto meer overhouden. En dat is een manier om te zeggen van, ja, de werkstelling creëren... Maar je gaat dat ergens moeten halen. Hè? Die verlaging van belastingen, dat is het probleem in onze begroting. Je moet schuiven. Er is niks meer. Voilà, dus we zijn het onderrusten wel bijna eens. Lagere lasten op arbeid en verschuiving richting de grote kapitaalinkomsten. Het probleem in België vind ik ook, dus, maar pas op, er zijn zeker argumenten te maken wat je zegt, dat ontken ik niet. Maar is ook wel, wij leven als je in nu een extreme... Wat mijn principe is, een euro is een euro. Hè? Eigenlijk zou je moeten zeggen, een euro huurinkomsten wordt op dezelfde manier belast als een euro arbeid. Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je dat niet doen? Omdat als je iets verwoordt... Nee, helemaal mee oneens. Ik heb een andere mening. De belasting moet gewoon omlaag. De arbeid is... Kerntaken op de buit. De overheid moet zich met kerntaken bezighouden. Ja. Belastingsdruk moet omlaag voor iedereen. Opgelost. Maar het probleem is dat ons... Veel of weinig belasting. Ik spreek nu even niet over het volume. Nee. Het probleem is... Nee, het ding is... Dus ik ben het oneens... Wacht, laat me even de zin afmaken. In die zin van, als ik arbeid voer, dan heb ik hopelijk iets over, wat complex is. En dan, op basis daarvan, met hetgeen dat ik over heb je keuzevrijheid in hoe dat je dat geld spendeert. De ene spendeert aan X, Y of Z. En als de Z dat beslist om dat te investeren in iets wat later iets opbrengt, versus de Y die dat uitbrengt aan... uitgeeft aan, ik weet niet, iets anders wat niet iets opbrengt, dan is dat fijn. Dan hoeft niet de overheid zich te doen. Je hebt dat goed uitgegeven. Kom. Dus... Maar ik ben dat appartement niet aan het onteigenen, hè? Ik zeg alleen dat de huurinkomsten die moeten ook belast worden. Maar de ander die dat heeft uitgegeven aan iets anders, die moet dat niet nog eens belasten. Maar stel, we zullen pakken. Als die heeft dat dan uitgegeven, heeft dat dan BTW betaald? Hè? Dat moment zeg je dat ook. Ja, maar op een woning betaalde jij ook wel wat. Hè? Ja. Het is ook niet dat je dat gratis krijgt. Nee, maar er komen wel inkomsten uit voort. Ik vind, voor mij is dat echt een no-brainer dat je zou zeggen van, een euro is een euro. Ik vind zelfs als... Een euro kapitaalinkomsten wordt op dezelfde manier belast als een euro uit arbeidsinkomsten. Ja, maar dan de euro's die één keer worden belast en dan de euro's die drie keer worden belast. Exact, want kapitaal komt vanuit arbeid heel vaak. Het meeste kapitaal buiten, ik ken een paar excessen, komt vooral uit kapitaal op dit ogenblik. Hè. De mensen die huurinkomsten verwerven, ja, bedoel, er zijn maar weinig mensen die meer dan 5 woningen of zoiets hebben. Hè? De meeste mensen die hun woning verhuren voor een extra centje voor hun pensioen, et cetera, is de average middenklasse we kunnen het er toch over eens zijn dat een belasting die minder kijkt naar arbeid, dat de beste belasting is voor lage en middeninkomens. Onze politiek voor de middenklasse is er toch eentje om te zeggen van, we hopen dat ze ooit erin slagen om een appartementje te verwerven en dat gaan we dan weinig belasten. Ja, werkt dan veel eerder? Werkt dan aan lagere lasten op arbeid voor de middenklasse? Dus het ding is, ik zou het eens met u kunnen zijn, dat is heel voorwaardelijk, als we dan goed nadenken over, aan wat spenderen dan belastingsgeld? Maar is ik denk dat we... anders. Voilà. Dat is wat ik net zei. Maar klopt. En dan kom je inderdaad terug tot dat kerntakendebat. Maar het probleem is dat kerntakendebat is uitgehold, want iedereen zegt altijd kerntaak, toen het over hun kerntaak gaat, en dan is alles een kerntaak. Maar dan denk ik, dan moeten we ook op sommige dingen terug grof durven zijn en zeggen, helaas, sorry, dat is een beetje oneerlijk, maar leven is in zekere mate ook klein beetje oneerlijk, maar we proberen door civiele maatschappijen het zo redelijk mogelijk te maken, zullen we ook grof terug moeten zijn en een aantal dingen afbouwen. Ja, dat is zo. En dat is zo hetgeen we... Die beweging vindt dan moeilijk plaats. Het is altijd verworvenheid. Mijn pleidooi is niet voor een hogere fiscale druk. Mijn pleidooi is om de fiscale druk op een andere manier te organiseren. Ja, en mijn pleidooi is van, moeten we niet een aantal goede zaken, goede ideeën terugschroeven, omdat de overheid in essentie zich daar niet mee moet bezighouden. En dan heb ik het niet over in de marge weer gaan spreken, hè, maar echt over een aantal zaken. En ik denk, dat gesprek hoort je niet, omdat België is wel zeer goed in verworvenheid. Er is een nieuwe regel, er is een nieuwe solidariteitsgegeven, die goed is, hè, in de essentie, maar wel de druk altijd verhoogt en verhoogt. En op een bepaald moment gaan we volgens mij terug dingen moeten afbouwen, en dat is niet goed. Nou, door die verschuiving gaat je ook weer een hele hoop, eigenlijk het grootste deel, benadeel. Hè. Gelijk inderdaad wat Amory zei, van die mensen dat één appartementje om te verhuren, dat dan, hè, die betalen dat ook af. En die hebben dat misschien zo uitgerekend. Ik ontvang 800 euro hier, mijn afbetaling is 900 euro. Dan gaat dat ineens, hè,
€100 opleg per maand, wordt dan ineens 300 of 400, ik wil maar iets zeggen. Dat klopt ook niet en zo gaat je ook die mensen schaden en eigenlijk nadelig. Dus de kern van mijn vraag was eigenlijk van gewoon, je merkt dat er stilaan een spanning begint te ontstaan tussen solidariteit en kapitaal, in welke mate dat die zich ook allemaal verwerven. Maar er is keiveel eenheid ook. Maar ik denk, als we beide excessen volgens mij slimmer aanpakken, merk je terug dat er zo wat meer eenheid mogelijk is in beleid ook. Dat was nu wel... Dat was een rare vraag, ja. Ja, nee, ik snap dat was ook het. Geen vraag. Nee, het was een vage stelling. Hij zegt dan zoiets en dan kijkt hij mij zo aan. En dan, ja, maar kun jij hier iets mee? Kun jij hier iets op zeggen? Maar, dat is standaard operatie. Je hoofd wordt dan zo'n vraagteken. Zo. Nee, maar... Ik weet niet, oké. Is er... Misschien een eindslot. Ja, ik wou een finale vraag stellen. Geef mij iets waarbij dat, je zegt van nee, hier moeten we solidairder in worden. En ook iets waarin dat, je zegt van nee, hier zou eigenlijk kapitaal meer vrijheid moeten hebben. Ik ben beide kanten. Ja, ik ben voorstander voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Eigenlijk een soort van onvoorwaardelijk leefloon. Hè? Dus het is wel onvoorwaardelijk, maar het is er niet voor iedereen. Mm-hmm. Daar ben ik het al niet meer mee eens. Ja, niet in elke situatie. Dus eigenlijk een absolute bescherming, minimale bescherming tegen armoede. Hè? Waardoor dat je vandaag, bijvoorbeeld als mensen leven van een leefloon, ja, dan worden zij ook opgevolgd, gecontroleerd, et cetera. Ik zou er graag voor hebben dat we die mankracht en die energie eigenlijk niet in het controleren van mensen voor een minimaal leefloon, maar dat we die eigenlijk inzetten om mensen richting de arbeidsmarkt te brengen. Ja. En dus een onvoorwaardelijk basisinkomen op de armoedegrens, verdiende jij minder dan dat, hebde jij minder dan dat, dan passen we bij een soort van negatieve inkomstenbelasting. Mm-hmm. Hè? Maar voor mij hoeft die niet voor iedereen te zijn. Ja. Je kunt er wel, maar op het moment dat... Stel dat je zegt van... Je hebt 20 jaar heb jij je boterham verdiend. Hè? En je valt dan zonder inkomen, is die er voor u ook. Hè? Dus het is niet getoetst op basis van... het gaat echt over... Mm-hmm. Niemand heeft een maandinkomen lager dan de armoedegrens. Mm-hmm. Hè? Okay. Onvoorwaardelijk. Niet universeel, maar wel onvoorwaardelijk. Omdat je op die manier ook heel veel stress, bureaucratie... En controle wegnemen. Ik vind het wel ongelijkheid, maar, ja, no. maar ik snap het wel. Ik snap het. En waar kunnen we spaarzamer zijn? Ja, ik denk in elk geval dat vandaag onze politieke structuren heel veel mensen middelen rechtstreeks en indirect opeisen. Dus, maar dat is niet, dat maakt niet het budgetverschil. Daarom mag ik ook zeg rechtstreeks en onrechtstreeks. Omdat je hebt ook... Allee, bijvoorbeeld wat je zegt van... Ja, we zijn goed in het dingen uitvinden, maar weinig in het dingen afschaffen. Dat heeft ook te maken met de optelsom van je politieke structuren. Hè? Okay. Vlaanderen doet iets, federaal doet iets. Dus het resultaat is... Iedereen doet van alles. Mm. Hè? Dus er is ook een onrechtstreekse kostprijs van ons politiek systeem. Hè? En je hebt ook wel veel bedrijfssubsidies, werkgeverskortingen, waar je ook eens kritisch moet durven naar kijken, denk ik. Als je alle uitgaven onder de loep neemt, ja, dan moet je inderdaad ook een stukje kijken naar je sociale uitgaven. Hoe houd je die duurzaam en robuust? Maar er zijn ook nog wel andere uitgaven die een kritische blik verdienen. Ja, en eigenlijk alle uitgaven. Ja. Dat is uiteindelijk per definitie bestaat de overheid niet, maar wij als burger allemaal beslissen, zouden we een aantal dingen centraliseren? En dat is de bestaansreden van de overheid. Ja, ja. Ik denk dat we... En bijvoorbeeld een van de meest radicale ideeën in mijn boek, het is eigenlijk weinig opgepikt, maar ik ben ook bijvoorbeeld voorstander van een startkapitaal. Hè? Wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk op 25 iets van kapitaal krijgt. Wat is dat een kerntaak van de overheid? Nee. Ja, maar we dus... moeten stoppen met... Mijn pleidooi is, we moeten stoppen met geld uitgeven. Maar bijvoorbeeld, dat is een erfenis voor iedereen op het moment dat mensen het nodig hebben. Uit belasting op erfenisbelasting van grote kapitaalvermogens waarschijnlijk. Bijvoorbeeld, ja. Ja, nee, dat vind ik niet. Dat is toch veel logischer? Dus maar wat gaan we dan weer afschaffen om dat te doen? Of gaan we gewoon weer meer belasten? Maar bijvoorbeeld, je hebt de laatste jaren een enorme beweging gehad om erfenisbelastingen te verlagen. Hmm. Top. Ja, wel, dus dat top. Is, dat is snap... geld dat al zoveel belast is geweest. Dat moet niet meer belast worden. Ja, maar dat is het doorgeven van vermogens. Geweldig. Net zoals je genen doorgeeft, als je hard hebt gewerkt, dan moet je ook je kapitaal doorgeven. Vind ik ook. Top. Ja. Ja, nee, ik ben er echt... Dat is heel raar. Dat vind ik heel moeilijk te rijmen met uw pleidooi voor inspanningen en verantwoordelijkheden. Dat is bij uitstek onverdiende rijkdom. Onverdiende rijkdom voor de persoon waar het bij terechtkomt.
Nee, hoor, dat is verworven en verdiende rijkdom voor degene dat gestorven. Dat is individueel recht. Dat is zijn keuze om die verworven rijkdom mee te doen wat dat hem wil. Ik vind zelfs dat we dat gemakkelijker naar anderen zouden moeten kunnen geven. Ik vind het problematisch dat dat enkel is voor uw bloednabestaanden. En ik vind ook, stel, ik heb geen kinderen, of ik heb kinderen, maar bon, heb ik ook een goede vriend. En denk ik, ik ga er toch aan. Ik ga nu ook nog iets nalaten. Ik vind dat redelijk belast moet worden. Dat er een belasting is, we hebben dat geaccepteerd. Ik had het over het feit dat stelselmatig wordt verlaagd. Dat is een heel populaire positie om erfenisbelastingen te verlagen. Ik denk dat er ook heel veel argumenten zijn om een bepaald niveau van erfenisbelastingen te hebben. Nee, maar daar ben ik het mee. En ik vind het idee van een erfenis voor iedereen, impuls voor ondernemerschap, ondersteuning voor de verwerving van een eerste woning, een stuk... keihard nu, hè? Dat is rond, hè? Ik bedoel, die ondersteuning voor eerste woning met de 3,12%, dat is nu Vlaams registratierecht, maar dan hebben we dat eigenlijk al gecreëerd, hè? Ja, maar je creëert een korting voor mensen die al een bepaald kapitaal hebben. Terwijl een startkapitaal zegt, ondertussen zijn er meer en meer voorstanders van. Piket is daar voorstander van. Bijvoorbeeld een heel interessante Nederlandse denker, Sander Schimmelpenning. De man die... Sander in de Kloof, een heel interessant documentaire op NPO. Okay. Een heel interessant... Hij heeft ook een goede podcast met Jaap Reesema, de zanger. Dus het is een speciale gast. Het is niet voor één... Je kunt hem niet zo in één bepaald hokje steken. Zo, hè? Maar dat is leuk. Bijvoorbeeld Koen Schoors, de Vlaamse econoom. Dus er zijn meer en meer mensen die dat pleidooi houden voor startkapitaal. Ik vind het een interessant idee. En ik zou het ook koppelen, dat is misschien wat nog verrassender, ik zou het ook koppelen aan iets van maatschappelijke diensttijd. Maar ik zie dat nu echt als fase 3 of 4. Er zijn zoveel meer prioritaire dingen. Laten we eerst maar onderschat de schemenverdeling. En dan zien wat dat er misschien extra mogelijk is. Ja, maar onderschat de impact niet van de schevenverdeling van vermogen. Maar dat echt een grote uitdaging is voor de komende jaren. Ik kan wel in zekere mate volgen. Het probleem is, we kunnen niet bovenop het huidige systeem doen. Dan moeten we een aantal andere dingen volledig afschaffen. En niet per se bijbelasten. Ik zeg dan afschaffen. Ja, moet eerst schrappen en dan zien waar is er nog terug ruimte voor. Maar op zich, ik kan wel ideologisch, ik weet niet of dat praktisch een effect zou hebben, maar een jumpstart, I kind of like that idea from an idol. Basiskapitaal, dat is... En op dat ogenblik... En voor sommige mensen kan dat verschil maken. Er was die bezwaar tegen mijn model van basisinkomen. Ja, ik wil dat het voor iedereen is. Ja, Dus eigenlijk is het startkapitaal voor iedereen. Ja. Daar ben ik het mee eens. Maar met dat basisloon vind ik ook eigenlijk voor iedereen. Niet alleen voor dat kapitaal, maar ook eigenlijk mentale vrijheid om te zeggen heroriëntatie. Terecht om nee te zeggen. Even een paar maanden dinges. Maar als je mensen gaat dat ontzeggen... Ja, maar als je job verliest... en je inkomen verliest, is het er ook voor u. Hè? Dus het maar is niet... hoe dan voor zelfstandigen dat een pauze pakken in uw zaak en zo? Ja. Ik ben bijvoorbeeld meer praktisch. Ik ben bijvoorbeeld ook voorstander van... Vandaag, als je wordt ontslagen door een baas, dan krijg je een werkloosheidsuitkering. Ja, ja. Als jij beslist om zelf je lot in eigen handen te nemen en zeggen van sorry, maar ik eigenlijk zit hier al 2 jaar tegen mijn goesting op mijn bureau, maar die baas wil dat niet zien en die ontslaagt mij niet. Hè? Ja. Ideologisch ben ik weer het eens, maar het probleem is, hier gaan we het te fundamenteel oneens worden, omdat ik ben van de wereld is niet uw schuld, maar het is wel uw probleem, dus los het op, is mijn startfilosofie. Dus hier gaan we volgens mij elkaar niet meer vinden. Ja. Maar daarom dat ik het wel interessant vond, en we gaan afronden. We zijn het semi-eens. Ja, maar dat is interessant. Maar oké, rap. Ik heb geleerd van u. Oké, een allerlaatste vraag, gewoon puur omdat je nu zei, ik vind het heel interessant. Nee, dat interesseert me niet. Fok voetbal. Maar, en hij is het recht om nee te zeggen, wat betekent dat? Allee, ik snap het woord, maar je zei dat nu dat het een concept is. Ja, het recht om nee te zeggen. Dus bijvoorbeeld dat je door een basisinkomen hebt, dat is een vrijheidsdividend, dat is een vrijheidsbonus. Maar ik vind niet... Nu, dat je niet verplicht wordt om zomaar wat aan te nemen. Om baas te blijven, het recht om daar nee te zeggen. Dus ik snap het. Maar ik denk van, ik vind dat keigoed verwoord. Volgens mij is dat echt en zeker ook voor ideologie, een heel interessant verwoording van iets. Volgens mij... Interessant, maar ik denk dat is wel echt maf dat we daar zijn geraakt. Hè? Het recht om nee te zeggen. Ja, is het niet je plicht om ja te zeggen? In de zin van... moet de overheid verantwoordelijk zijn voor u het recht van nee te verschaffen op inderdaad economische toestanden? Ik vind dat gewoon echt heel ver als overheid. Ja, maar de plicht om ja te zeggen, ja tegen wat? Allee, tegen werken? Ja, maar de vraag is nog altijd welk werk, hè? Ja, wel, maar ik ben nu aan het bedoel, wat ook wel een opvatting is voor mij, je werkt om te leven en je leeft niet om te werken. Hè? Nee. Bijvoorbeeld, waarom? Ik kan, wat? Van waar haalt je dat? Wij zijn gewoon een slimme aap geworden. Hè? Hoe komt nu dat ineens heel de planeet verantwoordelijk is voor uw aap zijn? En dat bedoel ik in een positieve sens. Maar we zijn toch veel meer dan alleen maar arbeidskracht.
Maar ik bedoel, dat hangt er vanaf wat je levensstandaard is. Bedoel, niemand houdt, iemand teken zeker de Westerse mens niet, om naar een land ergens te trekken waar het een stuk goedkoper is, mini stukje grond doen en daar aardappelen te verwerven. Hè? Mm. Maar... Een goed moment om de podcast af te ronden. Ik draai nu zo mijn kopje half naar u om zo op heel subtiel daar een vraag over te stellen. Om daar nog eens over na te denken. Ik denk... voor mij is het... Ik vind de... Ik word ook heel erg gedreven door het idee van vrijheid. Mm-hmm. Hè? Maar mens is vrij, hè? Ja, maar als je leeft in armoede, officieel werk, officieel zijn mensen niet aan het werk. Hè? Mm-hmm. Iemand is werkloos en die leeft in armoede. Ja. Ja, officieel is die niet aan het werk, maar die is eigenlijk keihard aan het werken, mm-hmm. hè? Om te overleven. Hè? Ja, maar daar hoort heel veel stress bij. En, hoe dat we eigenlijk in een samenleving... maar we kijken daar duidelijk aan. Een cultureel probleem, hè? Dus daar ben ik het mee eens. Dus we zijn eigenlijk... Wij zijn, en dat negatief mensbeeld staat ook centraal in mijn boek, hè, de aanklacht daartegen, is ja, wij zijn, zeker richting kwetsbare mensen, niet onderschatten sancties, controle, wantrouwen. Hè, en dat haalt ook heel veel mogelijkheden weg. Maar ik vind dat ook, wat jij nu zegt, en dan gaan we echt afronden, want anders zijn we onze tijd aan het overdoen, dus het is zeker voor respect voor u, maar ik vind dat echt een cultureel probleem, want eigenlijk zou elke armoede, ik ken de statistieken niet, dus laat mij gewoon mijn argument maar vaag maken, maar eigenlijk zou elke armoede opgelost zijn als 1 op de 3 burgers iemand een kans geeft, op welk niveau dan ook. En ik denk, dat is volgens mij een cultuur die we terug meer moeten faciliteren. En het probleem is, we zitten nu in een systeem waarin het is, ik betaal belastingen, los het op. Maar dat creëert geen echte samenleving. En dat vind ik echt problematisch. Ik denk dat onze samenleving soms solidairder is dan onze spelregels. Ja, waarschijnlijk wel. Dus, er is ook wel heel veel spontane solidariteit. We hebben het ook gezegd. Geforceerd kijken naar de warmste week. We gaan nu een paar weken allemaal super solidair zijn en dan mogen we het weer vergeten en zo karma. Maar gelijk kinderen opvoeden, dat is ook zo individueel geworden. Vroeger zeiden ze, it takes a town to raise a child. Mm-hmm. Die mentaliteit is er niet meer. Hè? En daar vind ik ook argumenten. Ik ben daar nog iets optimistischer over. Ja? Ja. Dat maakt me blij. Dat is ook wat ik in mijn boek zeg. De meeste mensen kunnen deugen, maar de spelregels deugen vandaag niet. De mens heeft een enorme morele rijkwijd. We zijn in staat tot heel solidaire, heel mooie dingen. Absoluut. Om te zorgen voor andere mensen. Heel lang, heel volgehouden. Absoluut. We zijn ook in staat tot heel vrede en concurrentiële dingen. En je hebt instellingen, spelregels en omstandigheden nodig om dat solidaire en dat goede te laten zegevieren. Dus het goede is niet gegarandeerd. Maar het is wel mogelijk. Het is ergens ingebakken. En als je dat aanzwengelt, is er ongelooflijk veel mogelijk. Dus het wordt niet per se beter. Het is niet altijd goed. Maar het kan wel beter worden en het kan wel goed worden. Daar ben ik het mee eens. Daarmee gaan we oprecht afronden. Dat zijn mooie woorden. Het is wel een afsluit. Dank u. En dat we niet afgesloten zijn met die patatten van mensen die moeten grazen. Nee, maar dat is ook goed gedaan. We gaan toch met een vrolijke noot afsluiten. Christophe, je bent helemaal klaar om een eigen podcast te trekken. Dat is bij deze bewezen. Nee, super. Dankjewel voor uw tijd, voor het gesprek. Was super interessant. Heel tof. En veel succes met de lokale politiek te trekken. En lokale politiek, boek, podcast. Misschien iets doen in het voetbal. Nog een tijdje Marok ook. Dus, alright, veel succes. Dankjewel. Merci voor de aandacht. Bye.